Sven heeft natuurlijk in zijn, in zijn fysiologie... hij heeft, hij heeft genen meegekregen die bijzonder zijn. Hij heeft een, een techniek meegekregen die bijzonder is. Hij heeft een kop meegekregen die bijzonder is. Dus in die zin zullen misschien heel veel mensen wel eens denken van... ach, dat winnen voor hem, dat is een makkie. Maar juist dat soort mensen, op het moment dat je zoveel gewonnen hebt... juist op dat soort momenten moet je... Um, krijg je dat, dat die volgende overwinning weer heel erg lastig is. En dat traject, dat realiseren we ons te degen. Die spelen van Sochi is geen makkelijk traject. Uh, dat hebben we natuurlijk met het OKT uh, uh, eind december in Herenveen ook gemerkt. Op het moment dat de grote kampioen zijn plekje moet gaan verdienen. Als de grote kampioen straks zijn gouden medaille moet gaan halen. Ja, dan gaan we in een, uh, in een behoorlijk uh, hectisch, stressvol moeilijke traject komen. Dat weten we van tevoren en daar praten we over en daar werken we aan. En, en uh, daarin zal je een soort van de, de rots in de branding moeten zijn, het rustpunt, uh, de overtuiging moeten uitstralen die je sporter misschien af en toe wel een beetje ontbreekt.